starten met organiseren en meten. Dat we zo meteen gewoon Suriname heeft straks een ontwikkelingsplan. En CT kan daarbij een goede rol in spelen door het te kunnen monitoren en het ook transparant kunnen maken voor onze burgers om het ook zelf te volgen. Volgen een ICT-orgaan is ook heel belangrijk om steeds een goede aanspreekpunt te hebben om de sector steeds voor te duwen. We willen komen tot een multi-billion US dollar sector en wij die steeds in die sector zijn, willen ook dan ook van dichtbij onze input geven van hoe we daar kunnen komen. Digitaal en van transparant systeem voor aanbestedingen. We hebben in andere landen gezien hoe dat kan. Met die CP kan je het eigenlijk online volgen in een centrale website waarbij alle aanbestedingen zie je logt in, je meldt je aan. En er zelf ook gewoon van alle ministeries in wordt er naar één plek gebracht om het inkoopproces te volgen. Dus ik vraag ook de hulp van mijn collega's om deze discussie te helpen voeren. Maar als we kijken naar het monitoring systeem of aan organiseren en meten, dan is de vraag hoe. Wat is de rol van de DNA hierbij? Sowieso denk ik aan regels hier, maar ik wil eigenlijk de stalen doorgeven om de spits af te weten. Ja, die kant op. Ja, gaat het dan. Met low-hanging-fruit bedoelen we in dit geval dat we binnen een jaar, 6 maanden tot een jaar resultaten boeken. En resultaten zijn natuurlijk altijd heel relatief gezien, maar zoals onze voorstel in het begin heeft vanaf 2011 deze hebben systematisch gewerkt naar een actieplan. Dus ik wil het gewoon even benadrukken dat we dit ook met die low hanging fruit bedoelen en dat we het ook aangeven als associatie met verschillende stakeholders in discussie zijn. Dus ook met partijen die op VSB, KKF, asfalt, groepen en die zullen dus weer de vier zitten. Dus ik wil het gewoon even aanvullen, zodat in het perspectief van low hanging fruit, wat we bedoelen met een monitoring systeem of bijvoorbeeld het inzetten van een centraal ICT-orgaan, dat wij daar denken, wat moeten we aan beide kanten doen om dat inderdaad binnen heel korte tijd resultaten te boeken. En ja, dank u wel. Voor de leden wil ik even de informatie geven. Dat, tweede punt, digitaal en transparant systeem van aanbestedingen. Dat de overheid de module van Freebalance niet verkocht, dat is de informatie voor aanbestedingen. Dus dat programma heeft die optie om inderdaad een online systeem te hebben voor aanbieders van diensten en voor opvragen van diensten en om dat ook heel erg transparant te zien. Dus dan nodig ik de ICT-associatie dan uit, ik neem aan dat ze dat ook weten, ik weet het niet zeker. Nee, oké, om daar met de overheid iets dieper op in te gaan. En hetzelfde geldt voor het centraal inkoopproces en orgaan, vraag ik de ICT-organisatie en de reden, omdat daar ook wetgeving over in de maand is, en het is aanbestedingswet. En hoe daarop gaat worden gespeeld. Goed. Wie? Mensen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een opmerking, want het belangrijkste wat ICT voor de overheid kan betekenen, dat heb ik gemist in dat verhaal en dat is transparantie en daarmee corruptiebestrijding. ICT maakt het mogelijk, maar het systeem moet goed doordacht zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het vergunningssysteem bij HI, dat is al de best op verbeterd.
als DNA je toch mee begroet is behandeling en het macrobeleid dat we daar op gezicht houden en het ook zo monitoren. En hoe is dat geïntegreerd met de andere diensten, de andere overheidssectoren? Dus dat is iets wat dat is mijn vraag. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit, of het systeem geïntegreerd is. Omdat ik daar anders maar het gaat om het meten daarvan. En als je dat wil weten, moet je dan het integrale ICT-beleid hebben. En dat verspreid is over acht verschillende ministeries. Inderdaad, de transparantie is ook belangrijk. Ik denk de rapportage momenten van data die moet komen uit zo'n systeem. Ook heel belangrijk is voor ons, omdat die rapportage niet van mij hebben ook, wij hebben ook onderzoek doen. En die zaken zijn ook belangrijk, dat als we data opvragen, dat wij voor onszelf ook onderzoek mogen doen. En dat is heel belangrijk, denk ik, als je gaat monitoren en kan in het medesysteem hebben, dat je snel en die data kan hebben, zodat je dat ook in het beleid kan monitoren, maar ook voor jouzelf als DNA en dat je onderzoek kan doen. Dus dat denk ik. Goed, ik heb wel begrepen dat daar vier concrete actiepunten staan. Dus dat het niet zozeer gaat meer in deze sessie over beleid, het gaat natuurlijk over beleid. Maar ik neem aan dat de ICT-associatie vraagt in hoeverre wij als parlement kunnen, wat ons commentaar is op hun vier low-hanging fruits, hun vier actiepunten. En als we daarmee akkoord zijn of kunnen ondersteunen wat wij kunnen doen, om te helpen zorgen dat het ook gebeurt, want dat is wat ik verstaan heb uit alle presentaties. Vandaar dat ik het zo specifiek heb aangegeven dat we de free balance dat heb geadviseerd. Praten met de overheid, want ze hebben dat al, dus dat die optie is er al. Alleen hebben ze het natuurlijk al gekocht in het buitenland. Inzetten van een centraal ICT-orgaan bijvoorbeeld, die zijn bij over de drie doelen die zijn gesteld in de presentatie. Ik denk meer doelen. Een monitoringssysteem ontwikkelingsplan, dat wil ik u ook. Als je het ontwikkelingsplan heeft gezien, dan zit je zien dat ook door Landro ook zo'n monitoring en een speciale matrix is gemaakt waarbij je niet digitaal, maar waarbij je kan monitoren. Dus, dat zou dan eventueel met planbureau kunnen worden bekeken of zij bezig zijn met het digitaliseren en of bedrijven in de sector daarbij een handje kunnen helpen. Want ik denk dat is het ingebouwd in het plan. Ja. Lid? Oh, waar nog vragen? Ja, ja, ik heb graag af. Lid Sammy Bin. Ja, voorzitter, u heeft gesproken over een ontwikkelingsplan en ik zie daar een monitoring systeem. Inderdaad, is de overheid bezig. En ministeries planunits willen opzetten. Ik vraag me zo af, is dat niet beter te adviseren aan de overheid om bijvoorbeeld één centraal ICT-orgaan te hebben, waarbij we alle ministeries dus bij elkaar hebben in het systeem, zodat ze toch centraal bezig kunnen zijn wat betreft het monitoringssysteem. Ze zijn dus van plan planunits op te zetten, maar ik weet niet hoe ver dat zal werken, of moeten we liever gaan naar de associatie actief bezig om bijvoorbeeld dat van paperless of een sector te helpen schrijven. Maar wat we willen hebben is dat we niet toevallig dat we op het ministerie van HPI worden gevraagd om te helpen. Wij willen daarom richting, en wij denken dat we richting de ICT aan te gaan, waarbij we een centraal dat van het ontwikkelingsplan of dat van wat er bij de verschil bij de overheid nodig is aan automatiseren, het organiseren en het meetbaar maken, waar wij dan actief met een ICT, centraal ICT-orgaan dat kunnen implementeren. En uiteraard, free balance ken ik wel, en ik weet dat het systeem nog wat haakjes en oogjes heeft, maar de uitdaging wordt om het systeem te brengen, te maken tot een centraal inkoopproces en orgaan, dat wordt een mooie uitdaging.
priorities willen we echt die multibillion dollar industrie van maken. Dus vandaar het belang van het ICT-orgaan. En dat is het punt zo een beetje uit te samenvatten. Maar via de voorzitter, ik blijf er een handje zijn. Dat laat ik even nog, dan denk ik op alles in gaan. Ja, dat laat ik bedanken. Wat ik wilde weten, voorzitter, is de vanuit die mail is bezig met automatisering, zeker digitalisering. Wat ik wilde weten is, in hoeverre het ministerie een beroep heeft gedaan of gebruik heeft gemaakt van expertise van de associatie als overorganisatie. Ja, dank u wel. Wie? Bedankt voor het praten. Inderdaad, we zagen het ook in, het, in de pers over die assistentie, maar het is ook wat we als associatie willen. We willen natuurlijk werken aan dat we inderdaad die hulp kunnen of support kunnen geven. En wij hebben ook gekeken, eigenlijk kunnen wij ook naar de ROGB zijn gaan en we zeggen, hey, we kunnen helpen om te kijken of hoe ver bent u. Maar ik wil toch even zeggen van ook het ICT, Centraal ICT Orgaan. En dat we, ik weet in 2013, bij de eerste summit, was er sprake van dat er een ander directoraat ICT zou komen. En dat was voor ons direct een van dat we dat zeker ondersteunen. Omdat dit zo misschien dat we kijken naar hoe kan je in de taal van Suriname ICT dat een enabler maken. En we zijn natuurlijk verder gekeken binnen de organisatie. We hebben bijvoorbeeld het ICT onderwijsplatform, ik denk hoe kan je allebei richting het onderwijs ondersteunen. En we zijn nu zelfs tot de conclusie gekomen dat we die grote innovatie board moeten maken. Want hier hebben we bijvoorbeeld over die app gesproken. Ik heb nog een vraag over wat u kent, bijvoorbeeld die geen reclame aan de taxi of 1660. Kent u dit? Heel weinig mensen kennen dat. Het is in principe heel leuk, daar hebben we het ook aangegeven. Om even die verbinding te maken van waarom zo'n orgaan zou kunnen helpen om bepaalde dingen te pushen. Die app is geïnstalleerd door de brand of door de 1660 inderdaad. Wij gebruiken het, in Suriname gebruik ik het vaak, maar je merkt dat het niet helemaal geïntegreerd is in alle medetaks, mede chauffeurs niet, zelfs mede leiding niet. Dus het wordt gezien van ik moet iets hebben, het is populair, we gaan een app bouwen en het wordt geplaatst en daar is het. Wat zou ICT-orgaan kunnen helpen om dit soort dingen ook te brengen naar de samenleving? En bijvoorbeeld dat je het verder trekt naar BNets wil nu de passen helpen. Ik weet als je gewoon praktisch in een winkel gaat, duurt het soms heel lang. Of je kunt het niet gebruiken. Maar dat soort zaken moeten wij vanuit de sector, maar samen met u, gaan oplossen, gaan aantameren van als die ICT er is, moet het ook betrouwbaar zijn. En soms zijn het hele simpele dingen die we moeten oplossen. We moeten gewoon aangeven dat we het gebruiken en dat we ervoor zorgen dat die connectivity er is, bijvoorbeeld. Weet u. Dus inderdaad, wij bekijken het van de tweede kant. Als we zien dat er iets gebeurt in de overheid of bij het bedrijfsleven, dan proberen wij ook zelf te gaan en zeggen: hey, we kunnen dit helpen, waar kunnen we ondersteunen? En dan zou je het met deze sessie om je ook te ondersteunen daarin van hoe kunnen we weet je dit zeggen. Ja, dat ben je wel interessant. Ja, dat ook als ik daar even mag inhaken, dat sluit me dan bij dat wat is over transparantie met de procedures. Maar aanvragen als je dat constateert of als je dat ziet, dan stel ik voor dat jullie daar ook advies over uitbrengt. Ik denk bijvoorbeeld dat correctie op allerlei niveaus van mijn mensen aanvragen wijzigen, anti-dateren en dat soort dingen. Elke wijziging in het systeem moet via ICT traceerbaar zijn, met ons login en dat soort dingen. Dus je zou dat goed kunnen invoeren, dat in ieder geval alle collectieve handelingen die nu mogelijk zijn, dat die eigenlijk niet meer mogelijk worden. En daarmee kun je correctie een heel stuk inkrijgen. Ja, het is een belangrijke opmerking dat we dat aan de ICT-associatie ook aangeven. We brengen ons hoofd in de Nationale Assemblee aan een tijd lang sinds voorbezittingsperiode en steeds meer over het vraagstuk van hoe pak je corruptie aan. We hebben
en die screenen we zoveel mogelijk daarop. Transparantie en automatische sanctie. Wat betekent dat? Er komen geen formuleringen meer als u de vergunningsvoorwaarden overtreedt, kan de minister de vergunning intrekken, zoals in onze wetten. Dan trekt de minister in als hij het leuk vindt. En als hij het leuk vindt, dan gaat hij. Nu gaan we dus hebben over de formuleringen. Als u de zaken overtreedt en het is aangetoond op 1, 2, 3 manieren, dan vervalt die vergunning. De minister kan u niet helpen zolang de controleorganen al hebben gezien dat ze zich niet verhouden 1, 2 of 3 keer af gaan houden met het wetsel. En daarom is het wat ik samen zeg van belang als we gaan kijken naar de introductie van ICT op verschillende plekken. Een van de plaatsen is dus het ministerie van ROGB, maar het is maar één van de dingen. En ik wil dus ook weten of u als associatie, of uw bedrijven bijvoorbeeld dingen maken, pizza's, voorbeelden van apps, van programma's, om eigenlijk de overheid die een grote behoefte heeft naar ICT-toepassingen, om dat ook aan hen te presenteren wat ze zo kan doen. Dat is die vraag van mijn kant en naar de leden toe, om deze sessie die we houden ook weer kort te sluiten. Het is belangrijk dat we tot we hier moeten discussiëren, straks in de tweede ronde van het parlement, duidelijk ook naar voren komt, omdat het samen heeft hier een bijdrage geleverd. En het is goed om straks, als we de regering gaan antwoorden, ook het belang van deze zaken voor te houden. Van dat de overheid ICT moet passen om te helpen de transparantie te bevorderen. En wat de opties zijn die de lokale ICT-sector aan ons kan bieden. Dank u wel, voorzitter.